Knooppunt, de trotse koploper in de Eredivisie met 9 punten uit 3 wedstrijden. Groene Ster 6e. 4 punten gepakt. En op voorhand bepaalt niet veel kans. En dan dit begin. De 1-0 voor het Knooppunt via Modari. Actie buitenom en met rechts uitgehaald. Knooppunt leidt in eigen huis met 1-0. Krijgt de kans om het van dichtbij het doel te proberen. Met aanvoerder Jeroen de Groot. In tweede instantie, want er is afgefloten. Maar nu is het wel raak. De Groot haalt kiezelhard uit. En de captain van het Knooppunt zorgt voor de 2-0. Dwars door de muur van 5 man, inclusief keeper. Hier is geen houden aan. Amsterdammers in een zetel. Groene Ster op jacht naar een aansluiting. Niet gevonden. Redding van de doelman van Maasbommel. Dit is Patinama en hij doet dan wel wat zijn ploeg nodig heeft. Zorgen voor de 2-1. Josimar Patinama. Vorig seizoen op het veld voor VC Vlissingen in de hoofdklasse. Goed voor 36 goals in 36 wedstrijden. En dit is zijn eerste van de avond. Uitdagen door Bouzid. Buitenom. Terugleggen niet naar Dari, maar rechtstreeks op Afkir. En die scoort. Met wat hulp van de doelman. Die communiceert dat er niet gecommuniceerd wordt. Maar het is raak via Fouad Afkir. Hij wordt vrijgelaten en haalt dan hard uit, maar toch wel houdbaar. Schitterend hakje van Saïd Bouzambou. En wederom komt Groene Ster snel terug na een tegentreffer. En hoe? Saïd Bouzambou op aangeven van Patinama. 3-2. Knooppunt wil orde op zaken stellen en dat gaat hier dan. Leiden tot de 4-2. Jamal El Ghannouti is de gevierde man. Na een uitstekend uitgespeelde aanval. Zoutane met het breedtepaasje. De Groot gaat de 1-2 aan met Bouzid. En De Groot houdt het overzicht. En stelt El Ghannouti in staat om de 4-2 binnen te schieten. Een aanval uit het boekje. Knooppunt trekt meer en meer de teugels aan. Zoutane kiest ervoor om niet in één keer uit te halen, maar dan doet hij dit. Adil Zoutane. Dit mag je vieren met de fans. Hij is even het mannetje. En daar is al een reden toe. De clubtopscorer nu in zijn eentje. Adil Zoutane. Zet Hussein Bouzambou op het verkeerde been en dan is er... voor de keeper van Groene Ster niks meer te redden. De Vlissingers moeten nu oppassen dat het niet nog erger wordt. Dit is dan weer wel bemoedigend. Saïd Bouzambou legt af op zijn broer Hussein. Die wil hem dan weer teruggeven op zijn beurt aan Saïd. Van Maasbommel kan er niet aankomen. En dan is het laatste tikje van Bouzid die meteen geblesseerd moet uitvallen. El Ghannouti voor het Knooppunt. Legt voor en met een hindernis uiteindelijk toch bij een vrijstaande ploeggenoot. En het is Najib El Alouchi. Na het fraaie voorwerk van El Ghannouti die het laatste zetje geeft. Dat betekent dat Groene Ster eventjes hoop heeft na de rust om terug te komen, maar dat hij meteen doorboord wordt. Het spel gaat verder. Groene Ster zet aan op de lijn. Daar de redding van De Groot met de hand. Gezien door de scheidsrechter. Bestraft en zelfs direct rood. Een zware sanctie zonder De Groot. En met eventjes 4 man, want dit buitenkansje wordt benut door Patinama. Zijn tweede van de avond. En dat betekent dat het Knooppunt weer verder mag met 5 man. Maar dat er wel sprake is van een score. 7-4. Knooppunt is er nog niet helemaal, maar dan dit. Weer een uitstekend uitgespeelde aanval. Nu is Afkir de man die voor de afronding zorgt. En dus is het nu 8-4 via Afkir. Vreugdesprongetje is op zijn plaats. En dan komt er nog eentje bij via Zoutane. Verstevigt zijn status als clubtopscorer. Gaat van 6 naar 7 dit seizoen. En ook dit is vloeiend en fraai. Chajar op Dari. Naar zijn linker en ook hij doet weer een duit in het zakje. Het is zijn derde van de avond. Daarmee is hij de meest productieve man op het veld. En misschien zelfs een van de uitblinkers. 10-4, dubbele cijfers voor het knooppunt. Dat achterover gaat hangen en nog eventjes de 10-5 moet zien te verwerken. Want dit is raak via Salim Sande. Mooi aangegeven en beheerst afgemaakt. En zo probeert Groene Ster de stand nog een klein beetje draaglijker te maken. En dat gaat hier ook gebeuren via Saïd Bouzambou. Maar verder komt Groene Ster niet. Het knooppunt wint met 10-6. Het had zelfs hoger uit kunnen vallen. Maar het belangrijkste is, de Amsterdammers blijven bovenaan. Ali Elbasi wint met 10-6 van Groene Ster. Wat vind je ervan? Nou ja, de eerste helft waren we volgens mij superieur en waren we echt met fantastisch zaalvoetbal waren we echt de betere ploeg. We hebben het ons weer een beetje lastig gemaakt in de tweede helft. Onnodig. Maar gezien de hele wedstrijd, complimenten van de ploeg, gewoon echt mooi zaalvoetbal op de mat gezet. Dat was wel veel kwaliteitsverschil vandaag, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, ik denk dat er een kwaliteitsverschil is. Laat ik het daar maar bij houden. Dan is het zaak om scherp te blijven. Heb je dat voldoende gezien van je ploeg ook in de tweede helft? Nee, in de tweede helft maken we, wat ik al zei, maken we het ons een beetje onnodig moeilijk. En dan een beetje balverlies, niet al te slim af en toe. En daar scoren zij gewoon heel slim uit. Dus wat dat betreft moet het nog wat scherper. Het is wel de eerste keer dat je in de dubbele cijfers komt. Is dat lekker? Ja, kijk, als je veel scoort is dat altijd lekker. Ik baal er wel van dat we er wel weer... we hebben er 6 tegen gekregen. Dat is gewoon iets te veel, vind ik. Maar 10 goals is een mooi getal. Hisham Benhamou, kan je leven met een 10-6 nederlaag bij het knooppunt? Ja, dat kan ik achteraf zien, kan ik dat wel. Ik baal er wel van, omdat ik vind dat wij hun enorm hebben geholpen in de wedstrijd. En dan doel ik op persoonlijke fouten die daar ten grondslag aan hebben gestaan. Keepersfouten, verdedigingsfouten. Ja, dat heb je goed gezien. ja, dat is op dat moment is het heel lastig om dan in de wedstrijd te blijven als je dus als individuele spelers persoonlijke fouten maken. En dan wordt het lastig en dan kost het heel veel kracht en energie om tegen dit knooppunt bij te blijven. En dan is het eigenlijk, dan moet je dus ervoor zorgen dat je zo min mogelijk fouten maakt. En dat hebben we vandaag nagelaten. Daar was in de rust natuurlijk al een groot gedeelte van het leed geschied. Maar het leek alsof jullie toen nog de enige kleine kans hadden om terug te komen. Want zij hingen wat achterover. Jullie scoorden net naar rust. Dat was misschien het moment geweest om toe te slaan. Zeker. We scoorden natuurlijk vrij snel in die tweede helft. Maar ik denk dat we hebben gewoon aangetoond dat we de wedstrijd wel hard hebben willen maken. En volgens mij heeft knooppunt wel moeten vechten, ondanks de uitslag. En dat was vandaag een beetje de insteek. Mijn ploeg is nog groeiende. En zoekend, om zo maar eens te zeggen. Dus ik hoop gewoon dat we dit kunnen, met name de wil en de beleving kunnen vasthouden. En daarnaast moeten gewoon de persoonlijke fouten moeten eruit. Willen we week in, week uit een goed resultaat kunnen behalen. Jeroen de Groot, ben jij de enige teleurgestelde speler aan de kant van het knooppunt? Nou ja, deels teleurgesteld denk ik. Gezien de wedstrijd, qua uitslag natuurlijk helemaal niet teleurgesteld. Qua rode kaart en de ongelukkige situatie waarin hij ontstaat, wel degelijk teleurgesteld inderdaad. Mee oneens ook? Ja, mee oneens ook. De eerste helft had je een situatie, zo eerlijk ben ik dan ook alweer, waar hij hem had kunnen geven. Daar had ik ook meer vrede mee kunnen hebben. De tweede helft is hij van zo dichtbij en ik draai hem om en het is niet eens een reactie. Mijn handen zijn daar, ik volgens mij geen enkele intentie of een beweging naar de bal toe. En dat geeft hij wel als reden dat ik een beweging naar de bal maak en dat mijn handen daar niet horen te zijn. Maar ja, weet je, nogmaals, het is een schot van volgens mij nog geen meter af, dus wat moet ik doen? Dus ja, daar ben ik zeker mee oneens. Hussein Bouzambou, hadden jullie vooraf een beetje ingesteld op een mogelijke nederlaag bij het Knooppunt, de koploper? Ja, iedereen weet natuurlijk dat het Knooppunt veel kwaliteiten heeft. Maar ja, wij kwamen hier niet om te verliezen. Ik denk dat we de eerste 10 minuten aardig hebben meegedaan. We hebben nog een paar keer aardige mogelijkheden gehad. Maar uiteindelijk hebben zij natuurlijk verdiend gewonnen, gezien de kansen. Ja, hebben wij toch te veel individuele fouten gemaakt, waardoor we te veel doelpunten tegenkregen. Maar natuurlijk, het is geen schande om hier te verliezen. Wij zijn nog zoekende naar onze vorm. Vorige week hebben we een heleboel kansen gecreëerd, veel gemist. Vandaag scoren we er 6 tegen de favoriet. Ja, het gaat de goede kant op en natuurlijk, het is jammer, maar we gaan werken naar volgende week toe.